Goedenavond, dames en heren. Wie kiezen wij in het parlement en wat doen parlementariërs eigenlijk? Dat alles wordt duidelijk gemaakt in deze tweede aflevering van Parlement en Politiek. Ik open de vergadering. Actie! Meneer de voorzitter. Met verbazing hebben we kennis genomen. Het voorstel is verworpen. De motie is aangenomen. Ik zal het kort houden. Mijn fractie is dus van mening. Het woord is aan de minister-president. Deze Teliak-uitzending is gewijd aan de samenstelling van de Tweede Kamer. Op welke manier worden Kamerleden gekozen, maar ook wat voor soort mensen zitten er in de Tweede Kamer? In Nederland kiezen wij de Tweede Kamer via het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dat wil zeggen dat de zetels worden verdeeld onder de verschillende partijen, evenredig aan het aantal stemmen dat op hun lijst is uitgebracht. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer zetels. Op het stembiljet vinden we daartoe voor elke partij een lijst van kandidaten. Andere landen, zoals Engeland, kennen het districtenstelsel. Daarbij wordt het land verdeeld in evenveel districten als er kamerzetels zijn. Per district wordt diegene verkozen die het hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Elke partij stelt dan ook per district maar één kandidaat. Bij een dergelijk stelsel gaan de stemmen verloren van degene die niet op de winnende kandidaat in hun district gestemd hebben. Kleine partijen hebben in zo'n systeem weinig kans. Nederland heeft tot 1917 ook een districtenstelsel gekend, maar tegenwoordig worden in ons land de stemmen op een bepaalde partij uit het hele land bij elkaar opgeteld. Daardoor komt elke partij in de Tweede Kamer die erin slaagt 2/3% van de stemmen te verkrijgen. Bij de laatste Kamerverkiezingen betekende dat er om in de Tweede Kamer te komen ongeveer 60.000 stemmen nodig waren. In totaal waren er 9 miljoen uitgebrachte geldige stemmen. Het aantal partijen in de Tweede Kamer is zodoende betrekkelijk groot. Sinds de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging is het niet meer voorgekomen dat één partij de meerderheid in de Tweede Kamer had. In 1992 zijn 9 partijen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Het zijn er wel eens 14 geweest. Niet iedereen is gelukkig met het grote aantal partijen in de Tweede Kamer. Soms wordt verwezen naar de situatie in Duitsland, waar een politieke partij tenminste 5% van de stemmen moet behalen om een zetel in het parlement te krijgen. Het spreekt vanzelf dat vertegenwoordigers van kleine partijen het hier niet mee eens zijn. Nee, daar ben ik het niet mee eens. In de eerste plaats denk ik dat kleine fracties toch een belangrijke rol kunnen spelen in het parlement. Dat is over de jaren wel gebleken. En in de tweede plaats is het, denk ik, toe te schrijven aan ons kiesstelsel, evenredig kiesstelsel, het meest democratische stelsel wat je kunt bedenken. Namelijk, als je als politieke partij bij verkiezingen de kiesdeler haalt, heb je recht op minstens 1 zetel. En is het stemmental groter, dan krijg je uiteraard meer zetels. Nou, dat vind ik zeer democratisch. En ik heb nooit gemerkt, ik zit nu ruim 10 jaar in de Kamer, dat problemen geeft voor het functioneren van het parlement, in dit geval de Tweede Kamer. Zoals gezegd, de zetels in de Tweede Kamer worden verdeeld in evenredigheid met het aantal stemmen dat elke partij behaalt. Daarbij doet zich echter een probleem voor. Kijken we naar het aantal stemmen dat verschillende partijen behaalden bij de Kamerverkiezingen in 1989. In totaal waren dat er bijna 9 miljoen. Delen we het aantal uitgebrachte geldige stemmen door 150, het aantal kamerzetels, dan krijgen we het aantal stemmen dat per zetel is uitgebracht. Dit getal heet de kiesdeler. Het bedroeg bij de laatste verkiezingen 59.289. Het aantal zetels van elke partij wordt nu in eerste instantie berekend door het stemmental te delen door de kiesdeler en het quotient naar beneden af te ronden. Doen we dat, dan blijkt het aantal zetels dat op die manier vergeven is geen 150, maar 142. Er zijn dus nog 8 zetels te verdelen. Dit zijn de zogenaamde restzetels. Hoewel in ons kiesstelsel de nadruk ligt op de verdeling van de zetels over de partijen, worden personen steeds belangrijker. Stemmen doe je door het vakje rood te maken voor een van de kandidaten op de lijst. Vaak is dat degene die bovenaan de lijst staat, de lijsttrekker. Maar niet iedereen stemt op de lijsttrekker van zijn partij. Men kan ook op een andere kandidaat stemmen. Zo'n stem heet een voorkeursstem.
Iemand die voldoende voorkeurstemmen krijgt, gaat voor op iemand die hoger op de lijst staat. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat 3 kandidaten gelukt. De laatste van hen was de VVD'er Joekes. In die tijd was het zo dat je in 1 van de 19 rijksgieskringen waarin het land verdeeld is als administratief gemakkelijke maatregel, de helft van het aantal stemmen van de kiesdelen moest halen. Dus een 30.000 moest halen, maar die mocht je niet bij elkaar tellen. Vandaar ook dat ik veel te veel stemmen, veel meer althans dan ik nodig had, heb veroverd. Alleen maar op 2 plaatsen in het land heb ik net met de hakken over de sloot die 30.000 gehaald. En ben ik dus verkozen, verklaard. Verder ben ik dan een aantal administratieve handelingen verder mee, zijn hier niet interessant. Nu is het zo dat je alle stemmen die je in het hele land trekt bij elkaar mag schrapen. Dus dat je met 30.000 stemmen in het hele land een voorkeurzetel kunt veroveren. Hoeveel stemmen had u? Ik had er 284.000 en nog een beetje bijna 285.000. Wat was de reden dat ze u op de 40ste plaats hebben gezet? Ja, ik denk dat er verschillende mensen verschillende redenen voor zouden opgeven. Ik denk wat in ieder geval de doorslag heeft gegeven. Mijn houding was in de RSV-enquête. Het was het feit dat mijn fractieleiding probeerde al voor het rapport was uitgebracht om Van Ardenne veilig te stellen. Dat was het punt. De neiging om een voorkeursstem uit te brengen neemt toe. Veel vrouwen hechten eraan op een vrouwelijke kandidaat te stemmen. Het aantal voorkeursstemmen op vrouwelijke kandidaten is daardoor beduidend hoger dan het percentage vrouwelijke kandidaten. In 1982 was 23% van de kandidaten vrouwelijk, maar deze kregen 33% van de voorkeursstemmen. Wie er op de kandidatenlijsten komen te staan, wordt bepaald door de politieke partijen die daar elk hun eigen procedure voor hebben. Daarbij is van belang dat partijen niet over het hele land dezelfde kandidatenlijst hoeven in te dienen. In de Partij van de Arbeid is de kandidaatstelling in extreme mate gedecentraliseerd. Alleen de lijsttrekker wordt landelijk aangewezen. Dit legt veel macht bij de regionale partijbestuurders, ook wel aangeduid als de partijbaronnen. Dit systeem dateert uit de democratiseringsgolf van de 60er jaren. Intussen heeft het laatste congres van de Partij van de Arbeid voor een meer gecentraliseerd systeem gekozen op voorstel van de commissie van Kemenade. Ja, je kunt u zeggen, is dat fout geweest in het verleden? Ja, op een aantal punten is het zo dat je kunt zeggen, als je een nationale kandidaatstelling had gehad en een nationale vaststelling van de lijst door het congres, waarin afgevaardigden overigens zitten van de afdelingen, dan had je een evenwichtige samenstelling van de fractie kunnen hebben. Je had ook bovendien kunnen waarborgen dat een aantal mensen van nationale kwaliteit die je erin had willen hebben, erin komen. En die toch niet altijd hun weg kunnen vinden in die regionale kandidaatstellingen. En je had zeker naar spreiding, naar kwaliteit, naar vertegenwoordiging, op een aantal punten, lang niet overal hoor. Want er zitten natuurlijk een aantal leden in die fractie die ook via de regionale kandidaatstellingen fantastische fractieleden zijn. Had je toch beter samengestelde fractie kunnen krijgen, ja. Wat zijn het nu voor mensen die lid zijn van de Tweede Kamer? Het eerste wat opvalt is dat er veel meer mannen dan vrouwen lid zijn. Op dit moment maken 39 vrouwen deel uit van de Kamer. Dat is 26%. Suze Groeneweg was de eerste vrouw die haar intrede deed in de Kamer. In 1918, toen vrouwen al wel gekozen konden worden, maar zelf nog niet mochten stemmen. Nog veel langer duurde het voordat vrouwen deel gingen uitmaken van het kabinet. Anna de Waal werd in 1952 voor de KVP staatssecretaris op het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In 1956 kreeg Nederland de eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé, op het departement van Maatschappelijk Werk. Het is opmerkelijk dat Nederland nog geen vrouwelijke minister-president heeft gehad, zulks in tegenstelling tot zulke uiteenlopende landen als Israël, Sri Lanka, Pakistan, Engeland, de Filipijnen en Frankrijk. Een probleem voor vrouwelijke politici, meer dan voor mannelijke, is nog altijd het combineren van het Kamerlidmaatschap met het ouderschap. Hoeveel vrouwen zitten er eigenlijk in de Kamer? Ik geloof dat we nu op 35 zitten in de Kamer. En dat is veel meer dan 10 jaar geleden, zeg maar. Maar het is nog niet meer dan 25%. Dat is een vierde, hè? 1 op de 4. 3 mannen, 1 vrouw. Hoeveel vindt u dat het er eigenlijk zouden moeten zijn dan?
Ik vind dat het eigenlijk gewoon de helft moet zijn. Ik vind dat een volksvertegenwoordiging, een parlement, vind ik dat die gewoon de bevolking moet vertegenwoordigen. En dat betekent dat je de helft aan vrouwen moet hebben. En hoe komt het dan, denkt u, dat er zo weinig, nog maar 25% vrouwen in de Kamer zitten? Omdat het een hele grote drempel is om Kamerlid te worden. Je moet er heel wat voor doen om Kamerlid te worden. Wat heeft u ervoor als gedaan? Als vrouw dan. Wat heeft u ervoor moeten doen om erin te komen? Nou, je moet de selectie doorstaan. Nou, ten eerste moet je het partijlidmaatschap doorstaan. Dat is al aardig wat, want lid van een partij worden omdat je bepaalde idealen hebt, dat doen veel vrouwen. Maar om vervolgens dan aan de top van zo'n partij terecht te komen, dan moet je vaak heel wat voor doen. En dan moet je ook nog de ambitie hebben, dan moet je het leuk vinden om in de Tweede Kamer te zitten. Dat wil zeggen een heel onregelmatig leven te hebben, hard te werken en in een echte mannenmaatschappij te functioneren. Wat ik daarvoor gedaan heb, is eigenlijk niet zoveel, want ik ben gevraagd. Ik ben echt het product van positieve actie. Heeft u kinderen? Ik heb één kind, ja. En hoe lost u dat dan? Hoe lost u dat dan op? Nou, als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat mijn achterban, nee. Dat is mijn partner, de vader van het kind, die vangt heel veel op. Die heeft eigenlijk veel meer de rol van iemand die regelmatig thuis is. We hebben oppas. Mijn moeder springt nogal eens in. Dus er zijn minstens drie mensen die mij ontlasten, om het maar zo te zeggen. En ik heb hier het arbeidspatroon van een echt traditioneel mannelijk arbeidspatroon en dan nog van een topfunctie. Dus ik ben dinsdag, woensdag en donderdag ben ik helemaal nooit thuis. Ook 's avonds niet. En maandag ook weinig. En vrijdag, dat is mijn dag. Dan ben ik thuis. Dan ben ik er voor mijn kind. En dan zeg ik ook heel hard nee tegen alle uitnodigingen en alle kamerwerkzaamheden. En daarmee doorbreek ik ook een code. Hè? Daarmee doorbreek ik de code dat een Kamerlid altijd beschikbaar is. Dat ben ik dus niet. Een ander belangrijk aspect van de herkomst van Kamerleden is hun maatschappelijke positie voor ze tot de Kamer toetraden. De Leidse politicoloog Joop van den Berg heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Grof samenvat, de 19e eeuw maakte de Kamer de indruk van een soort sociëteit van notabelen te zijn. Burgemeesters, rechters, advocaten, noem maar op. Vandaag de dag is het meer een werkplaats van beroepspolitici. Die in heel veel gevallen ook een ambtelijke achtergrond hebben. Ook afkomstig zijn, vaak uit de dienst van de overheid of in het algemeen uit de quartaire sector. Dat zijn dus al die activiteiten die door de overheid bekostigd worden. Wij zeggen bijvoorbeeld van de Nederlandse Kamer dat die betrekkelijk saai is. Zeker als je hem vergelijkt met bijvoorbeeld het Britse Lagerhuis en zelfs ook nog wel de Duitse Bondsdag. En dat heeft toch iets te maken met die wat ambtelijke achtergrond van mensen. Waardoor ze niet slechte politici zijn, maar minder theatrale politici. Onderscheidt het Nederlandse parlement zich in deze van andere parlementen? Oh ja, bepaald. Ik denk dat de aardigste vergelijking in dit geval is die met het Amerikaans congres. Daar is in zekere zin ook van een heel eenzijdige samenstelling van parlementariërs sprake. Maar dat komt omdat ze daar allemaal advocaat zijn. En bijna allemaal als advocaat zijn begonnen. Dat zie je ook al in de stijl van het Amerikaans congres terug. Men debatteert met elkaar alsof men in de rechtszaal zit. Ook met de soort van argumenten en de stijl waarmee dat gebeurt. Hier in Nederland, ik zei het al, hebben we veel meer die ambtelijke achtergrond. En dat leidt ertoe dat Kamerleden eigenlijk, als men willen laten zien dat ze hun zaken minstens zo goed kennen als de minister en liefst even goed als de ambtenaren die de minister ondersteunen. Dat heeft de goede kant, dat Kamerleden in Nederland gemiddeld redelijk goed weten waar ze het over hebben. Het heeft het nadeel dat ze geneigd zijn om het in details te zoeken, in perfectionisme en in het, ja, ik zou bijna zeggen, het zoeken van problemen bij oplossingen, terwijl het werk van de Kamer natuurlijk eigenlijk enigszins andersom zou moeten zijn. Hoe kom je in de Tweede Kamer? Laten we dat eens vragen aan Eimert van Middelkoop, sinds 1989 Kamerlid voor het Gereformeerd Politiek Verbond.
Ik woon in Berk naar Roderijs. Dat is pakweg een dik half uur reizen met het openbaar vervoer van Den Haag. Ik heb aan de Erasmus Universiteit sociologie gestudeerd, of politieke sociologie. Heb een klein tijdje wat lesgegeven, maar dat was part-time aan de Sociale Academie. Ik ben al vrij vroeg, en dat was tijdens het kabinet in Eilberg, al in de Kamer terechtgekomen als fractiemedewerker. Wat doet u nou eigenlijk precies? Nou, het varieert heel sterk per Kamerlid. Het maakt nogal wat uit met wie je te maken hebt. Of je, zoals in mijn geval, spreekt met iemand van een kleine fractie of iemand van een grote fractie. Dus het gemiddelde Kamerlid bestaat nauwelijks. En wat u nou zoal doet, een beetje het werk van een duizendpoot spelen. Je moet zeker bij een kleine fractie van tal van zaken op de hoogte zijn. Je dagelijks werk bestaat uit natuurlijk het deelnemen aan debatten in de Kamer. Dat kan in de bekende grote plenaire vergaderzaal. Erg veel werk speelt zich ook af in commissieverband, in overleggen met ministers en staatssecretarissen. Je bent vrij veel tijd kwijt elke dag met het aanpakken van je post. Nou, je ziet hier ongeveer mijn dagelijkse stapeltje poststukken. Dat moet je doorwerken. Het meeste daarvan gaat in de prullenmand. Zonder prullenmand kan je echt geen goed Kamerlid zijn. Maar je moet natuurlijk wel datgene uit weten te lichten wat belangrijk is voor de dossiers die je moet verzamelen, met het oog op debatten die eraan komen. Wij zijn een gereformeerde politieke fractie en we hebben de goede gewoonte om die fractievergadering dan ook op bekende christelijke wijze te beginnen. En er hoort ook bij dat je gedeelte uit de Bijbel leest. Deze keer ben ik aan de beurt, dus dit ligt nu klaar voor mij om even een geschikt Bijbelgedeelte te zoeken voor de opening van onze fractievergadering. Ik zou iets willen lezen uit het begin van het boek Job. En er zijn bij de Tweede Kamer zogenaamde commissies. En ik heb gezien dat u in een gigantisch aantal commissies zit. Ik heb ze niet geteld. Weet u hoeveel er zijn? Ik zou het ook niet weten. Ik geloof dat ik een stuk of 6, 7 commissies dat ik daar lid van ben. En misschien nog zoiets, misschien nog iets meer dat ik er plaatsvervangend lid van ben. Heeft u van al die dingen verstand? En hoe kan het dan dat u daar alles maar van weet? Ja, nou, dat kan ik echt niet helemaal in mijn eentje. Wij hebben bij de Kamer, of de Kamerfracties, hebben ook medewerkers. Een tweemansfractie als die van het GPV heeft 1 secretaresse en 4 beleidsmedewerkers. Maar goed, ik ben verantwoordelijk natuurlijk voor datgene wat naar buiten gaat. En je moet ook wel aangeven van wat erin moet en wat je belangrijk vindt. Dus je kan het niet helemaal delegeren. Voorzitter, ik hoop dat het bezoek gewoon doorgaat. Ik zeg dat ronduit nu wij er hierover spreken. Als het ANC niet thuisgeeft, dan is dat jammer. Maar ook onverstandig en weinig correct tegenover de Nederlandse regering. Dank u. Hoeveel tijd zit u nou in de Tweede Kamer en hoeveel tijd zit u hier te werken, zo ongeveer? Ja, dat varieert. Kijk, plenair vergadert de Kamer natuurlijk op dinsdag, woensdag en donderdag. En dan zit je toch meestal wel in Den Haag. Ik ben dan meestal ook wel 's morgens vroeg en dan vaak ook tot 's avonds laat. Hangt een beetje van de periode af. In de begrotingstijd zit je echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dan kom je vaak om 12 uur thuis. Er zijn ook collega's die helemaal niet thuiskomen. Die hebben een appartement in Den Haag, omdat ze bijvoorbeeld in Limburg of in Groningen hun huis hebben. Maandag is de dag van de belangrijke commissievergaderingen. Nou, ik ben lid van een kleine fractie en dat betekent dat je daar ook vaak moet zijn. Dus in de praktijk komt het toch op neer dat ik 4 dagen van de week in Den Haag zit. En dan op vrijdag, als er geen werkbezoeken zijn, want vrijdag is een prachtige dag voor werkbezoeken. En zaterdag zit ik dan meestal hier te werken. Europa is in een enorme tempoversnelling terechtgekomen. En ik denk dat ik mede namens u spreek als ik zeg dat als wij vroeger dachten aan de afloop van de Koude Oorlog, dat we dan van de situatie iets een andere voorstelling hadden gemaakt van de vrede die dan zou zijn. En dan tot de onrust en de beweging die er is. Geloof te kunnen zien dat de geschiedenis wordt gedreven, wordt geleid en wordt beheerst door de koning van de geschiedenis, door Jezus Christus. En dan kunnen we ook in de ontwikkelingen van deze tijd tekenen zien dat hij aan het werk is. En dat is bemoedigend. En dan kun je er houvast aan ontlenen. Ik dank u wel. Even middelkoop. We staan hier in de gereformeerde kerk in Berkel aan Roderijs. Ik begrijp dat u daar zondags komt.
Ja. Mijn gezin en ik dus zelf ook, wij gaan elke zondag, s'morgens en s'middags, dus twee keer naar de kerk. En wij doen dat met de vreugde en overtuiging. Betekent dat dat u op zondag ook niets aan het kamerwerk doet? Nee, niets. En dat vind ik een zegen. De 10 geboden zijn sowieso een zegen voor de mens als die eraan houdt. Maar het zondagsgebod in het bijzonder voor een kamerlid. Ik weet dat veel collega's zo in de loop van de zondag weer wat aan het werk gaan. Maar ik doe dat niet. Ik ken wel de verleiding ervan, zeker als het druk is. Maar ik durf de stelling wel aan dat juist omdat ik zondag niet werk en dan echt rust neem en ook in mijn gezin ben en in de kerkelijke gemeente, dat ik daarom in de rest van de week vrij veel werk kan verzetten. Bent u, zonder dat vervelend te bedoelen, maar nu een doorsnee Kamerlid in de zin van de hoeveelheid tijd die u aan besteedt, de energie, alle stukken die u heeft en dergelijke. Geldt dat voor de meeste van uw collega's? Nou, ik denk dat het, dan moet je goed realiseren dat het doorsnee Kamerlid niet bestaat. Het is een zeer gevarieerd gezelschap en dat past ook bij de aard van de Kamer. Ik denk dat je van bijna alle collega's wel kunt zeggen dat ze hard werken. Zonder meer. Dat is echt niet alleen maar het geval bij iemand als ik, die lid is van een kleine fractie. Want ook voor mij zijn er maar 6 werkdagen in de week. En daar houdt het ook een keer op. Er zijn collega's van grote fracties die een veel beperktere portefeuille hebben. Waarvan ik weet dat ze er echt bij nacht en ontijd mee bezig zijn, bij wijze van spreken. Dus dat, er wordt veel energie. En er komt ook een beetje, de aard van het werk, dat vind ik wel eens een bezwaar, maar dat is onvermijdelijk. Dat is dat je nogal sterk geleefd wordt. Dat heb je natuurlijk in andere posities ook hoor, dat realiseer ik me wel. Maar we leven allemaal allemaal een beetje onder de dictatuur van de cameraagenda. Je weet vaak niet wat je de volgende week nog op de agenda krijgt en wat je dus moet voorbereiden. Nou, een week nog wel, maar daarna niet. Je leeft ook een beetje bij de dag. Je moet toch ook dingen voor de langere termijn zien bij te houden. Er kunnen onverwachte dingen gebeuren waar je ineens ook commentaar op moet geven of waar ineens een debat over is. Dus je bent heel weinig meester over je eigen agenda. En dat geeft ook iets jachtigs, ook iets stressig aan het werk. Daar moet je niet over piepen. Dat heeft iedereen kunnen weten die dit ambt ambieerde. Maar dat is wel denk ik een kenmerk van het Kamerwerk. Er is nogal wat kritiek op de politiek en op de politici. Wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, daar snijdt u nogal wat aan. Er is natuurlijk sprake van een functieverlies van politieke partijen. Dat zie je bij verkiezingen, dat zie je bij het afnemend aantal van leden van politieke partijen. Er is ook kritiek op het parlement. Dat is er altijd geweest. En ik denk dat het niet goed zou zijn als die kritiek er niet zou zijn. Dus dat vind ik vrij normaal. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat de Kamer niet weet waar ze over spreekt. Dat is niet waar. Zeker in het Nederlands parlement zijn we vrij nuchter. Ook vrij sober en weinig theatraal. Wat je natuurlijk in andere parlementen wel eens ziet, zijn we bezig. We weten echt wel waar we het over hebben. Ik praat toch wel graag over de volksvertegenwoordiging. Het is ook een ambt. Er zit als het ware een soort dubbel begrip in. Namelijk dat het aan de ene kant enorm veel ambachtelijkheid met zich meebrengt, maar dat er ook een element van roeping in zit. En dan vind ik het niet erg en ook niet pathetisch om over een ambt te praten. Meneer Van Middelkoop. Eigen valt nogal mee. Ja hoor. Doet u dat vaak? Ja, ik kom hier vaak, ja. Ik probeer zo'n 2-3 keer in de week. 'S Winters dan wil het nog eens een keer wat minder zijn als we met de begrotingen bezig zijn. Maar als het even kan, dan wil ik hier toch nog van het polderlandschap waar ik geboren en getogen ben, dan wil ik daarvan genieten. Bent u het enige Kamerlid die hard loopt? Nee, ik weet van collega's die ook lopen, dat weet je ook van elkaar. Er zijn ook collega's die veel fietsen. Ik ken een groepje dat zomers de Elfstedentocht in Friesland fietst. Er zijn er waarvan ik weet dat ze 's morgens vroeg het zwembad induiken. Ik neem aan dat er ook wel mensen zijn die tennissen en golf en dergelijke. Ik weet ook niet alles.
Maar ik denk dat er redelijk wat aan lichaamsbeweging wordt gedaan. Ongetwijfeld onvoldoende, maar toch wel, ja. Ja? Goed, ik ga nog even hier de Akkersdijkse plas in. Dat is een schitterend natuurgebied. Ja, tot ziens. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor allochtonen. Slechts 2 Kamerleden komen uit deze groep, beide voor de Partij van de Arbeid. Een rol speelt daarbij dat allochtonen die niet tot Nederlander zijn genaturaliseerd geen actief kiesrecht hebben, maar ook niet in de Tweede Kamer kunnen worden gekozen. Ook is van belang de achtergestelde positie van deze groep wat betreft het opleidingsniveau. Ik ben in Griekenland geboren en sinds 1971 woon ik in Nederland. Ja, u werkt nu in de Tweede Kamer, sinds wanneer? Sinds september 1989. En voordat dat u in de Kamer kwam, wat heeft u toen onder andere gedaan? Ik heb 5 jaar gewerkt bij het instituut Kerk en Wereld in Driebergen, als cursusleider. Daarna heb ik een poging ondernomen om weer terug te gaan naar Griekenland. Ik heb een jaar gewerkt op Kreta, bij de Orthodoxe Academie daar. Maar uiteindelijk ben ik daar niet gebleven. Ik ben weer teruggekomen en in de afgelopen 10 jaar heb ik als directeur van het regionaal centrum buitenlanders in Utrecht gewerkt. Dat een beetje ongebruikelijke loopbaan misschien. En waarom wilde u nou zo nodig in de Tweede Kamer Kamerlid worden? Nou, ik moet u zeggen dat ik dat niet helemaal zelf gepland heb. Dat komt op een gegeven moment zo dat door de activiteiten die je doet, de betrokkenheid bij een bepaalde politieke partij, dat er een moment komt dat mensen je attenderen op de mogelijkheid om je kandidaat te stellen. Dat is met mij gebeurd. Ik ben sinds 1984 georganiseerd binnen de Partij van de Arbeid. En ik heb daar ook allerlei werkzaamheden gedaan. En bij de laatste verkiezingen hebben een aantal mensen tegen mij gezegd: voel je eigenlijk niet wat voor om je kandidaat te stellen? Nou, daarvoor had ik nooit eigenlijk aan gedacht. Maar op het moment dat er een aantal mensen mij daarmee met die vraag benaderden, toen dacht ik, nou, dat is iets. Ik ga het toch doen. Ik heb me dus kandidaat gesteld en de hele procedure eigenlijk doorlopen. En op een gegeven moment was ik hier. Maar excuseert u mij, ik moet naar de grote zaal, want wij moeten gaan stemmen. Goed zo. In deze aflevering hopen wij u inzicht gegeven te hebben in de wijze waarop de Tweede Kamer verkozen wordt. Met een lijstenstelsel dat maakt dat het aantal zetels van elke partij ongeveer evenredig is aan het aantal uitgebrachte stemmen. In de Kamer zijn vrouwen, mensen uit het bedrijfsleven en allochtonen ondervertegenwoordigd. Volgende week praten we over de relatie tussen het parlement en de regering. De vergadering wordt geschorst.